Wel, ik denk dat we eerst moeten begrijpen wat de term egopreneur is. Hè. Egopreneur bestaat uit ego, het Latijnse ik, niet pejoratief bedoeld. En dan preneur komt van entrepreneur. En dus het woord egopreneur wil zeggen dat je eigenlijk een ondernemer van jezelf moet zijn. Dat je voor jezelf moet zorgen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat je maar voor anderen kan zorgen. Je kan wel productief zijn als je eerst zelf fit, veerkrachtig, mentaal en fysiek fit bent. Wat volgens mij heel belangrijk is om te onthouden, zijn de volgende vier punten. Eerst en vooral, en daar gaat trouwens deel 1 van het boek over, eerst en vooral maak tijd voor jezelf. Want vandaag zijn er heel veel mensen die geen tijd maken voor zichzelf, waardoor ze ook niet voor zichzelf kunnen zorgen, dat is 1. En dan de 3 pijlers waarop zelfzorg gebaseerd is, dat is slaap, dat is beweging, dat is voeding. En wat ik zeg, slaap op de eerste plaats, beweging op de tweede en voeding op de derde plaats. Maar natuurlijk die 3 punten, die 3 pijlers zijn alle 3 zeer belangrijk en de ene kunnen niet losgezien van de andere.